Hier ben je te gast op het Wil en Durf eiland. Ik voel me hier goed omdat ik graag de leiding neem als er iets moet gebeuren. Als niemand meer weet hoe we verder moeten, dan kijken ze naar mij. Want ik weet meestal een oplossing voor het probleem. Ik ben geen opgever. Ook als het eens moeilijk gaat, zet ik toch door. Ze noemen mij wel eens Mr. Obama. Yes, we can! Ik bedenk heel graag nieuwe spelletjes om binnen en buiten te spelen. Met mijn vrienden. Dat vinden ze heel tof. Welkom op Wereldeiland. Ik trek hier elke dag in de natuur. En ik kan al heel veel planten en vogels uit mijn duim zuigen. Ik draag heel wat zorg voor het milieu. Op school en ook thuis verteer ik al het afval zoals het moet. Ik onderzoek graag hoe alles in elkaar zit. Een laboratorium, dat zou mijn favoriete werkplek zijn later. Een huiswerkmachine bedenken, dat zou pas een uitvinding zijn. Ik wil later een goede tennistrainer worden, dus nu nog even luisteren naar mijn trainer. Als je een technisch probleem hebt, kom dan maar bij mij, want fijne techniek, dat is mijn hobby. Moet je naar een feestje straks? Dan kan ik je met mijn make-up gerief een stralend gezicht geven. Een puzzel van deze stukjes, daar laat ik alles voor vallen. Nu oefen ik me met Lego, maar later werk ik zeker aan echte machines. Goed, want ik ben heel erg druk met de oplossing te vinden. Hier op Denkeiland zit er wel elke dag een sudoku of brainbreaker in mijn brievenbus. Laat ze maar komen. Mijn droom is om computerprogramma's te ontwerpen als beroep. Zoek je de weg? Op deze kaart vind ik zonder probleem waar je naartoe moet. Als ik een mopje vertel, dan ligt iedereen in een deuk. Zelfs Urbanus vindt mij leuk. Vrienden en vriendinnen in de dictieles, dat is pas tof. Ik droom ervan om later op de planken te staan. Met mijn potlood en mijn penseel kan ik al mijn gevoelens kwijt. Ik vind het hier super. Ik zou graag modeontwerper worden, want met kleding en modeplaatjes kan ik uren bezig zijn. Hier verras ik graag iemand met een van mijn zelfgemaakte cadeautjes.